Edwin, heel goed winterseizoen gedraaid. Ja. 5 overwinningen, 9 tweede plekken, daar kunnen we toch van thuis komen, dacht ik. Ja. De wintercompetitie is zeker voor de eerste 5 plekken best een zware competitie. Je bent nu lid van het SBJ Bike Team. Hoe ervaar jij dat inmiddels zelf? Ja, we hebben pas dan trainingsstage gehad in Spanje. Ja, en dat bevalt allemaal verder goed. Het materiaal is goed, verder ook is allemaal wel goed geregeld. Het is wel dat jij, want ik ken jou al langer als vandaag, nu iets meer in de watten gelegd wordt. Je wordt gewoon echt leskampioenlijk voorzien van topmateriaal. De begeleiding die zal het nodige teweeg brengen, ook bij jou. Wat is jouw eerste doel dit seizoen? Eerst dan met trainingsschema's voor verder meer begeleiding, zeg maar. Ja, en dan met programma of mijn eerste uitslagen. Ja. Ik voornamelijk eerst NK en verder zo goed mogelijk proberen mee te draaien. Eerste wedstrijd in Berlken. Ja. Heb je daar ambities? Nog niet. Dus meer kijken hoe het gaat en hoe we ervoor staan. Het mountainbike is jou niet vreemd, want je hebt ook in de zomer wel eens een wedstrijdje meegepikt bij de KMU. Is daar het niveau stukken hoger? Ja, dat scheelt wel een heel stuk tegenover de wintercompetitie. Eerste ambitie gaat dan niet Berlikum zijn, Nieuwkuik. Dan ben je toch een paar weken verder. Nieuwkuik, dat weet ik niet, dat rondje ligt niet zo heel erg. Maar ja, er komen we vast wel wedstrijden die wel goed liggen. Dan werken richting het NK. Jij rijdt bij de amateurs? Nee, elite. Of bij de elites? Elite. Dan heb jij richting het NK een best wel wat arbeid te verrichten. Ja, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. In ieder geval succes voor jou, Edwin, in het nieuwe team, het nieuwe seizoen. En we gaan jou tegenkomen in Berlikum en Nieuwkerk. Dat is goed. Bedankt. Ja.